Hi guys, welkom bij een nieuwe vlog. Daar zijn we weer. Ik was bezig met een post voor Zelflove Studio. Nu is de Albert Heijn bezorgd. Ik heb veel te doen deze week, maar ik ga even de boodschappen erbij pakken. Oh, het is echt ontzettend warm, maar ik ga vandaag eten als Chloe Kardashian. Die video staat als het goed zal voor deze online. Daar heb ik onder andere wat eten voor. Ik heb volgens mij niet super veel boodschappen, maar ik dacht misschien vinden jullie het wel weer leuk om te zien. Ik heb in ieder geval een sla melange. Die gaat vandaag waarschijnlijk helemaal op. Met uiteraard... zalm. Er zit best wel een patroon in als ik als bepaalde mensen eet. Koriander ben ik niet zo'n fan van. Maar ik hoop in het recept wat ik ga maken dat het goed komt. Dan heb ik nog meer van de sla melange. Ik heb gewoon voor mezelf. Zalm vind ik altijd wel lekker om in huis te hebben. We hebben wat gegrilde kip. We gaan ook dit proberen. Hier ben ik echt zo benieuwd naar. Ik leg hier lekker tussen de boodschapjes. Oh, Albert Heijn heeft sinds kort culi. En het klinken echt altijd als hele lekkere gerechtjes. Dus nou, we gaan het zien. Ik kan nergens meer de Oatly haverspet vinden met komkommer en knoflook. Dus ik heb helaas de zuivelversie. Vind mijn darm iets minder leuk, maar goed. En ik vind heksenkaas ook mega lekker. Ook niet het allerbeste, maar ik zit even in een fase. Ik had ook wat aardbeidjes en winterpeen. Als je van zoete aardappel houdt en je hebt deze nog nooit geprobeerd, doe het alsjeblieft. Echt fabulous. Dan hebben we nog brood, maar dat ga ik vandaag niet aanraken, wil ik zeggen. Wel opruimen, maar niet eten. Ineens had ik ook echt weer zin om bananen in huis te halen, dus die hebben we. Avocado's, wat wraps. Vind ik ook gewoon altijd een fijne basis om in huis te hebben. Oh, we gaan echt naar de wraps en de broodjes. Havermelk, dan heb ik crackertjes, rode peper en limoen. En als het goed is, ga ik vandaag ook heel veel amandelen eten. Nog een sapje en dit. Dit heb ik nodig voor de video en ik vind het altijd lekker, dus top. Ik ga dit even opruimen, dan ga ik het ontbijtje filmen. Ik denk daarna de intro, want ik heb echt heel erg trek. Dan verder met de post voor self-love. Mijn weekvlog moet vandaag online. Maar ik heb echt een planner. Ik kan het in deze video vertellen en laten zien. Ik heb voor Self-Love Studio een notitieblok gemaakt waar je heel goed je dag op kan plannen. Dus per uur met een to-do-lijst. Jullie gaan hem nog zien, want ik krijg vandaag ook pakketjes binnen met onder andere spullen voor de shoot ervan. Ik ga volgens mij overmorgen naar ME toe. Dan gaan we samen er productfoto's van maken. Foto's die ik misschien op mijn Instagram kan zetten. In ieder geval op de Instagram van Self-Love Studio. Om de verjaardagskaartjes aan te kondigen die nieuw gaan zijn in de shop. En dus de planner. Voor mij op het moment ga ik nog eventjes kijken welke dag me handig lijkt om te lanceren. Maar ik denk de vrijdag nadat deze vlog online staat. Ik ben in ieder geval echt heel erg blij met dit notitieblok. Dus anders ga ik het zelf allemaal gebruiken. Jullie gaan nog veel zien in deze video. Maar als achtergrondje dus dezelfde achtergrond als bij de Your Love print. Omdat jullie die zo leuk vinden. You got this natuurlijk bovenaan, even motiverend. Dan kan je hier je uurplanning doen van 5 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Je kan 12 to-do's opschrijven, 6 self-care dingen. Dat moest er natuurlijk wel bij. Dat is mijn lievelingsdeel, denk ik, om in te vullen. Ik vind quote of the day ook heel leuk om in te vullen. Kan je natuurlijk aan het begin van de dag doen om de toon van de dag te zetten. Maar ook aan het eind om ja, vast te leggen hoe je dag was. Achteraf een beetje. En het gedeelte met je favorieten van de dag vind ik ook echt heel erg leuk. Dus echt een beetje reflectie. Maar je kan hem ook echt gewoon lekker naast je schoolwerk, je werk, je van alles neerleggen. En gewoon keihard productief plannen. Deze ga ik zo meteen ook even invullen. Maar eerst even ontbijten. Dat duurt niet zo lang om te maken. En dan ga ik snel bijna alle boodschappen opruimen. Het ontbijt was echt lekker. Ik heb de... Ik was met de boodschappen. Ik heb de koelkast ingedeeld. Ik moet de rest zo nog even doen. Maar ik ga even mijn planner invullen. En ik dacht, daar neem ik jullie in mee. Ik heb morgen een online event. Echt heel erg veel zin in. En daarvoor heb ik nu alvast een pakketje. Het is ook voor een samenwerking op Instagram. Maar ik ben gewoon echt benieuwd. Dus ik ga het gewoon even met jullie uitpakken. Dit moet ik in de koelkast zetten. Dit ga ik voor de zekerheid ook wel in de koeling doen. Voelt in ieder geval koud. En ik heb ook van tevoren een quiz moeten doen. En aan de hand daarvan heb ik dus producten opgestuurd gekregen. Ik heb echt in al geen eeuwen een event gehad natuurlijk. En ook geen online event. Maar hier zit een glas in. Hier waarschijnlijk productinformatie.
En dan de producten. De gevoelige meid die ik ben, niet alleen qua innerlijk, maar ook mijn huid. Ik kan niet wachten om dit te gaan gebruiken. Nog een bord en oh my god, een twist candle. Die had ik ook nog niet. Vet schattig. Hallo, ik ben dus mijn dag begonnen met het online event van Sanix. En daarmee zat ook in de call, dus dat was wel heel erg leuk. Ik zal even laten zien wat ik hier voor me heb staan. En dan ga ik erover ophouden, want jullie gaan hier nog genoeg van zien. We hebben heel veel geleerd over nieuwe producten. En er zaten dus ook nog hapjes bij het pakketje en een gua sha steen en zo'n roller. En volgens mij is dit dan van Jade, groene steen. Echt helemaal leuk natuurlijk. Kaarsje stond erbij, drankje zit erbij. Het is opnieuw echt prachtig weer. Ik ga zo meteen eventjes de video die ik gisteren heb gefilmd afediten. Ik heb het meestal al geëdit, dus dat is wel echt heel erg chill. Ik bedacht me nog iets wat ik moest doen. Oh ja, de outro ervoor filmen. En dat dan natuurlijk ook mee editen. Dus dat moet helemaal goed komen. Ik ben aan de ene kant best een relaxte week, maar ook wel productief. Er zijn net ook pakketjes bezorgd, dus die moet ik even van beneden ophalen. Met als het goed is, dus ook de shootspullen. Jeetje. Ik heb net zoveel vragen gesteld tijdens het event. Ik ben helemaal up-to-date over mijn gevoelige, droge huid. Wat ik moet doen, wat ik niet moet doen. Ik vind het altijd leuk om daar heel veel over te leren. En ik heb gewoon weer nieuwe dingen geleerd. Maar shootspullen zijn als goed bezorgd. Ook een cadeautje, dat kan ik wel zeggen in de vlog. Want de dag voor deze vlog online staat, zijn Pet en ik 11 jaar samen. Echt. Ik geloof het zelf elke keer niet als ik vertel hoe lang we samen zijn. Mocht je het heel toevallig niet hebben meegekregen. Ja, ik was 13 toen Patrick me vroeg. En nee, ik had niet verwacht dat we zo lang samen zouden blijven. Maar het is gewoon een vet goed match. We vinden elkaar nog steeds heel erg leuk. We zijn echt heel gezellig. Mochten jullie het niet merken in de vlog, het is helemaal leuk. En toen we te horen kregen dat we ook weer binnenkort uit eten mogen, hebben we meteen een reservering gemaakt bij een restaurant waar we heel vaak al zijn geweest. We dachten, ja, we kunnen naar van alles en nog wat. Maar laten we gewoon, nu het weer mag, Uma in Alkmaar supporten. En ik moet ook eventjes de kapper bellen. Misschien ga ik dat nu wel even doen. I need help. Ik wil graag, als het kan, volgende week mijn haar weer laten bijverven door Melissa. Oké, top. Nou, kijk er naar uit. Dankjewel. Oké. Nou, ik ga over 2 weken naar de kapper. Dus ik moet nog eventjes hiermee doen. Maar ik heb wel het idee dat de Olaplex echt helpt. Ik had er de vlog dat ik dit binnenkreeg niet zo heel goed over verteld. Maar ik had het dus zelf besteld bij kapperskorting.com. Volgens mij, daar was het op dat moment het goedkoopst. Maar ik heb dus nummer 3. En die laat ik voordat ik mijn haar ga wassen intrekken. Ik heb dit nu 2 keer 's nachts helemaal in laten trekken in mijn haar. Nou, dan was ik dus mijn haar met shampoo en conditioner, wat ik al heb, voor ook fijn en gekleurd haar. Als het dan nog handdoek droog is, breng ik dit aan vanaf ongeveer mijn oor tot de puntjes. Dan kan je het aan de lucht op laten drogen, kan je het feunen. Ik vertel dit nu alsof ik een kapper ben, dat ben ik natuurlijk niet. Maar dit is wat ik tot nu toe weet. En ik heb echt het idee dat het vrucht afwerpt. Maar je gaat natuurlijk echt op langer termijn meer effect zien. En als ik dan dus mijn haar in model heb gebracht, of het is gewoon aan de lucht gedroogd, dan breng ik nog de olie aan. En die breng ik heel vaak tussendoor ook aan. Stel, ik heb nu zoiets van de puntjes zien er weer droog uit, dan gebruik ik dit weer. En mocht ik echt een steltoon of een krultoon of iets dergelijks gebruiken, dan gebruik ik naast deze ook wel echt nog een heat protect spray. Maar het is gewoon tijd om echt weer de puntjes eraf te halen, bij te verven. Ik wil deze plukken aan de voorkant niet meer zo duidelijk. Tenminste, zeg maar die kleur. Ik vind een look wel leuk. Maar het model, op een gegeven moment heb je dan gewoon dat het even niet meer zo zit als je het wilt. Terwijl nu denk ik, nou, het valt allemaal wel mee. Maar echt zin om weer naar de kapper te gaan. En ik merk echt dat ik de laatste tijd zo vrolijk ben. Omdat het lekker weer is. En omdat we weer gewoon wat meer mogen naar terrasjes. Ook al heb ik de afgelopen tijd ook best wel in slecht weer gezeten. Maar dat we gewoon, dat we weer plannen kunnen maken. Mensen zijn vakantieplannen aan het maken. Ben ik niet mee bezig. Maar dat we gewoon weer naar terrassen kunnen. Binnenkort uit eten mogen. Dat de kapper weer normaler is om naartoe te gaan. Jongens, wat is het allemaal fijn. Oké, ik zal even laten zien wat ik... Ik wilde laten zien wat ik voor Pet besteld heb. Maar het zit al ingepakt. Maar ik heb Gucci Guilty besteld voor hem. Gucci Guilty was een van de eerste parfums die hij mij ooit cadeau gaf. En die vind ik echt heel erg lekker. Maar laatst had hij het proefmonstertje voor mannen. En die ruikt ook zo lekker. Dus die heb ik voor hem gekocht. En deze is niet helemaal goed dicht. Dus ik ga hem ook wel laten zien. Een douche gel. Die denk ik heel erg fijn gaat zijn voor zijn huidje. En ik ga nog een Spotify lijst maken met nummers die
me aan ons doen denken. Verder heb ik geëdit en ik heb een heel leuk nieuw spelletje voor mijn Switch. Dus ik ga nog even de thumbnail voor mijn video maken en daarna ga ik lekker gamen. Het heet Story of Seas. Het is echt schattig. Ik heb een hondje en een boerderij. En ik heb het sinds gisteravond, dus ik weet nog niet heel veel. Maar je kan dus vissen en groente en fruit verbouwen. En je woont bij een dorpje en je kan fotograferen en je producten natuurlijk verkopen. Die plantjes die je ziet zijn komkommerplanten. Het is echt heel schattig. Echt zo'n cozy spelletje. Ik had namelijk laatst dat er automatisch zo'n YouTube video aansprong. En ik weet niet waarom, ik kijk nooit video's over games. Maar cozy games voor op de Nintendo Switch. En daarna kwam er nog één en daarna kwam er nog één. En overal werd deze genoemd. En toen dacht ik, oké, blijkbaar moet ik dit kopen. Today is shoot day. Zo leuk. We zijn allemaal lekker voorbereidingen aan het treffen. Voor de kaartjes en de planner. En ik kan het natuurlijk gewoon in de vlog laten zien. Ja. Dus ik heb hier de nieuwe enveloppen van de verjaardagskaartjes. Hier is kaartje 1, kaartje 2, kaartje 3... En nou, ze moeten nog even gevouwd worden, maar ik vind het echt zulke fijne kwaliteit zelf. Gewoon wit van binnen. We hebben confetti, de lijst met de dingen die we moeten doen, thee, de planner natuurlijk. Ik heb vloeipapier mee, ik heb de abstracte prints mee. We kunnen echt 1001 dingen doen. Dus dat gaan we ook doen. Vet leuk, ja. Maar echt zo goed ook al die ballonnen. Het past qua kleur gewoon allemaal heel goed bij elkaar. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat we ervan gaan maken. Ja. Echt heel blij mee. Prachtige shootlocatie ook. Mijn team is er. Zijn de ballonnen aan het insluiten? Het is wel echt een leuk effect als je zo. Of we moeten hem even plakken op een ballon. Dit is echt freaking leuk. Ja, kijk hoe we erbij zitten. Wat? Ik zag hoe we erbij zitten. Wat een effort. Dan denk je, oh, wat een leuke foto. Maar er zit best wel wat moeite achter. Maar dat is helemaal leuk. Daar worden we helemaal crea van. Ik heb Dyson Airwrap gebruikt. Ik heb een meter Dyson Airwrap gebruikt. I want it. We hebben natuurlijk sushi besteld. En natuurlijk kwam er ook het idee bij om de planner met de sushi op de foto te zetten. Oké, de sushi is nu ook onze prop. Ja. Yeah. En we hebben zeg maar ook echt zo'n heel mooi wasabi roosje eruit proberen te halen. En wat gember. En het zit daar ook echt heel cute in. Dus het ziet er echt super leuk uit. Dus het is zeg maar gewoon een beetje je lunch tijdens je werk, planner. Ik vind mij altijd zo grappig om drogen aan de lucht. Maar daar ben ik weer. Oh my god. Ik was gewoon echt back off van de afgelopen dagen. Dus ik dacht, ik ga gewoon even een dagje pauze nemen. En toen had ik daarna een allergische reactie op eten. Dus ik was er even tussenuit. Maar daar ben ik weer. Leek me wel leuk om dan vandaag nog bij deze vlog te doen. Eigenlijk zou ik nu een nieuwe vlog moeten starten. Maar vandaag zijn Pet en ik dus 11 jaar samen. En we gaan zo meteen uit eten. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. En ik ga nog even zijn cadeautjes inpakken van het inpakfolie. Heel leuk. En dus die Spotify playlistcode uitprinten. Ik had het in mijn hoofd iets mooier. Ik ben gewoon nooit zo heel goed geweest in dingen inpakken. Maar ik doe altijd mijn best. Daar gaat het ook om. Ik heb dus die 3 cadeautjes erin gedaan. Nog wat confetti hartjes van de Self Love Studio shoot. En dan heb ik met een touwtje dus bovenop dichtgeknoopt en die Spotify code eraan gehangen. En ook proefmonstertjes van parfum ertussen gedaan. En we hebben natuurlijk ook weer de airco uit de berging vandaag getoverd. Dus elke keer als ik nu ga vloggen moet ik die ook even op pauze zetten. Anders verstaan jullie me echt niet. Maar ik ga zo even ontbijten. Ik voel me wel echt een beetje overwhelmed en een beetje zo van oké. Ik voel me niet echt uitgerust. En ik heb meteen weer een drukke week om tegenaan te gaan.
Dus ik weet ook niet of ik het ga redden om een video na deze vlog online te zetten op vrijdag. Maar ik ga echt mijn best doen. Ik hoop dat het lukt, maar ik wil mezelf ook niet gek maken. En het is dus ook nog eens heel erg warm en lekker weer. En ik moet maar even kijken. Maar ik ga eventjes mijn planner erbij pakken natuurlijk. Dat brengt altijd wel weer wat rust en overzicht. Ontbijtje is weer gemaakt. En ik heb ook mijn planning gemaakt. Water erbij. Ik ga de airco weer aan doen. En dan kunnen we er weer tegenaan deze week. Oké, het is een beetje een rommeltje, maar ik heb mezelf sinds zo lang voor iets klaargemaakt. In plaats van alleen maar omdat ik dacht, laat ik mezelf klaarmaken. En ik ben helemaal blij. Ik heb mijn haar gegolfd met mijn steltang. Ik heb een blazer aan die ik al heel lang heb van Naked met Queen of Jetlags. Mijn shirtje van de H&M. Deze broek om het lekker te breken. En hakjes eronder. Ik vind het helemaal leuk. Lekker casual chic. En ook een beetje eyeliner. En ik heb trek en heel veel zin erin. Dus laten we snel vertrekken. Hoe vond je het? Ja, ik vond het best wel chill. Heel lang geleden natuurlijk sowieso dat we weer uit eten konden. Mm-hmm. Ja, we hadden gekeken, want dit restaurant, had ik al een beetje gezegd, zijn we dus gewoon heel vaak heen geweest. Ja. En het is superleuk om nieuwe dingen te ontdekken, maar we hadden echt zoiets van, nu mogen we weer. Ja. Dus dan gaan we daarheen, want ze hebben het vet aardig. Het eten is altijd lekker. Het is all you can eat, maar gewoon hartstikke lekker. Sushi en bijgerechtjes en zo. Het is gewoon prima. Ik ging ergens heen hiermee. Ik weet niet waar naartoe. Dat het gewoon altijd leuk is om daarheen te gaan of zo? Ja, altijd leuke mensen, leuk personeel. Ja. Echt lekker gegeten. Ja. Niet te vol. Dat is ook altijd wel wat met all you can eat. Ik zie meteen echt allemaal vrienden en vriendinnen aan het eten en zo. Ik vind het gewoon echt heel erg leuk om te doen. Het is echt gewoon een van mijn lievelingsdingen. Ik hou gewoon heel erg van lekker eten, zoals jullie dat niet weten. En gewoon borrelen en een echte stier. Het is echt waar. Ik hou er ook altijd van als hier mensen komen om lekkere hapjes te maken. Of als wij wat leuks gaan doen om gewoon echt een borrelplankje in elkaar te flansen. Wat vind je van je cadeautjes? Leuk. Ik ben heel benieuwd naar dit. Of dat gaat werken. Ik hoop dat het werkt. Ja. En het luchtje is heel lekker. Ik vond het ook echt leuk om mezelf weer een keer klaar te maken. Zo. Ik wil mijn haar denk ik weer vaker zo. Maar jongens, het wordt voor mij tijd om weer een nieuwe weekvlog te starten. Ja. Dus ik ga dit eventjes morgen bij de vlog plakken die ik vandaag al geëdit heb. Aankomende vrijdag, ik ga mijn best doen voor een video. Ik ben er niet op vast, maar de notepad en de verjaardagskaartjes gaan dus online bij Selflove. Dus mocht je het leuk vinden, dan kan je een kijkje nemen. Ja. Wij gaan in ieder geval morgen, dan zijn Betsy Broertje en zusje jarig, verjaardagskaartjes geven. Ik ben de planner met alle liefde aan het gebruiken. Ik ben er helemaal blij mee. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik hoop dat ik je snel terug zie op mijn kanaal. Je kan je abonneren als je dit een leuke vlog vond. En leuke voetjes daar. Eeuw. Fijne week. Best een chille week gehad. Nee. Oh, fijne week. Succes. Ik heb trek in een wijntje.